In Groningen werd, net als in andere grote steden, brood uitgedeeld aan de armen. En daarvoor werd in het begin van de 17e eeuw aan de zuidzijde van de Martinikerk het Geefhuis gebouwd. Uit deze kaart blijkt dat het huisje is gebouwd na 1616 en voor 1651. In de volksmond kreeg het Geefhuis al gauw de naam Boter- en Broodhuisje. De bekendste afbeelding hiervan is een aquarel van de Groninger kunstschilder Jan Ensing. Om burgers aan te sporen ruimhartig te geven, stond in steen gehouwen: Miet aalmissen te geven, gerechtigheid te plegen, daar en de neven. Beërven wij in Gode dat eeuwige leven. Gedenkt den armen in uw testamenten, want gij en hebt geen beter renten. Na 1800 raakte het huisje in onbruik. In 1853 werd het afgebroken. 120 jaar lang herinnerde niets meer aan het boter- en broodhuisje. Tijdens de restauratie werd het huisje aan de zuidgevel herbouwd. Enkele historische elementen ontbreken nog. Gezien van de steiger en van de afdruk, maar ik zag niet dat er toen al rode letters op stonden. Dag! Laat toch kijken! Hoi! Geachte dokter Hooyer, aan u de eer een hersteld element te onthullen. Dit is broodnodig.